Kennen jullie het niet? Dat je Pokémon aan het spelen bent. En dat je dan kan kiezen uit 3 Pokémonballen. In eentje de vuur-Pokémon, in de andere een gras-Pokémon en natuurlijk een water-Pokémon. En altijd als jij de gras-Pokémon kiest, moet je tegenstander een vuur-Pokémon kiezen. En als jij dan zo slim bent om een vuur-Pokémon te kiezen, moet je tegenstander weer een water-Pokémon kiezen. Kennen jullie dat niet? Nou, dat ziet er zo uit. Yes, ik mag als eerste kiezen. Lekker voor je, Kerry. Ik bedoel, oh, jij mag hierna. Ik kies, Kies nou. Kies ik de water-Pokémon Squirtle. En iedereen weet dat water beter is dan vuur. Lekker voor je. Nee, waarom ga je de water-Pokémon? Iedereen weet dat water beter is dan vuur. Ik denk dat de meeste van jullie het al snappen. Maar dat is één van de zoveel frustraties in de Pokémon games. Want ga ze maar eens af. Je hebt de frustratie dat als jij de water-Pokémon kiest, hun de vuur-Pokémon kiezen. Maar je hebt ook de loopfrustratie. Tenminste, zo noem ik hem. Je loopt rustig door de Unova-regio of door een andere regio. Eigenlijk best wel eng, want ik al die namen weet van die regio's. Totdat je eindelijk bent waar je moet zijn. En net voordat je het nieuwe gedeelte van een bepaalde regio in wil lopen, staat er een gastje. En dat gastje laat je er niet door. Want elke keer als je naar voren loopt, hoor je boem. En jij denkt, ja, Tiefnauw is op, ik wil Pokémon vangen. Tiefnauw is op, ik wil geld verspillen. Tiefnauw is op, ik wil kijk maar mee. Oh, eindelijk het nieuwe gedeelte. Ik heb zoveel ervoor moeten doen om hier te komen. Wie ben jij? Ach, boeien, ik loop er gewoon langs je heen. What the fuck? Meneer Toekeledoki, ik wil er even langs. Ik heb lang gespeeld en nu wil ik graag weer het nieuwe gedeelte van de games optieven. Dan niet. What the fuck is dit? Aan de kant. Zeg tenminste wat tegen me en schuif dan een beetje op, want ik wil graag naar het nieuwe gedeelte. Jezus. Oké, nou, dit was eigenlijk al de video. Zelf speel ik al lang geen Pokémon meer. Alleen ik zat te denken, wat voor video zul ik nou eens gaan maken? En opeens zag ik boven in de hoek een reclame staan van Pokémon nog wat. Dus ik dacht, hey, laat ik eens gewoon een video maken over de irritaties van Pokémon. Maar dan een parodie ervan met sketches. Ik hoop in elk geval dat jullie het leuk vonden. Zo ja, laat een groen, blauw duimpje achter. Reageer even op deze video. En volg toe aan je favorieten. En vergeet hem natuurlijk niet te delen. Dat was het weer voor vandaag. En ik check jullie later.